Nozems, Provo's en Hippies zijn jongere culturen die in de jaren 50 en 60 in Nederland opkomen. En het zijn voorbeelden van de ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen die er dan plaatsvinden in Nederland. Ja, wat is dan een jongere cultuur? Nou, je, vanaf de jaren 50 ontstaat die in Nederland. Ja, een cultuur van jongeren, een jongere cultuur, is dus een groep jongeren die dezelfde ideeën, dezelfde levenswijze heeft, dezelfde normen en waarden hebben, in ieder geval ook. En ja, die, die ideeën hebben ze niet alleen, die delen ze niet alleen. Maar ze gaan zich er ook naar gedragen. En die laten die ideeën ook tot uitdrukking komen in de manier waarop ze praten, hoe ze eruit zien, de kleding die ze dragen en de muziek die ze luisteren. Dat, dat daarmee laten ze zien waar ze voor staan en waar ze bij horen ook. Ja, en er zijn verschillende redenen waarom er jongere culturen ontstaan vanaf de jaren 50. En die hebben te maken eigenlijk met een aantal zaken die we al in eerdere video's hebben gezien. Uh, ten eerste is dit de eerste uh, jonge generatie. En dit zijn eigenlijk vooral dus ook uh, de babyboomers, hè, waar we het in een eerdere video ook al over gehad hebben. Ja, die echt uh, veel vrije tijd gaat hebben. Hè. Meer dan hun ouders ook bijvoorbeeld hadden. Dus ja, die, die willen ook gewoon uh, gaan genieten van die vrije tijd. En die gaan ze op hun eigen manier indelen. Uh, ze hebben ook meer geld te besteden dan de generaties voor hen, hè? dan hun ouders bijvoorbeeld. Omdat ze ja, de welvaart stijgen, ze krijgen meer zakgeld, ze hebben misschien een bijbaantje dat beter betaald of iets dergelijks. Dus ja, ze kunnen ook geld uitgeven aan uh, LP's uh, voor, van de popmuziek of aan bepaalde kleding of iets anders. Het zijn ook jongeren die steeds langer onderwijs genieten. Hè, en dat, dat ze in tegenstelling tot hun ouders uh, veel later gaan werken, vaak ook. En daardoor meer ook in een omgeving zitten waar alleen jongeren zijn. Dus zo kan er ook een jongerencultuur ontstaan. En uh, ja, er komt ook steeds meer Engelse en Amerikaanse popmuziek. Hè. Die, wordt, die wordt uitgezonden op uh, nou, bijvoorbeeld Radio Veronica, waar het in de vorige video ook al over ging, maar ook bij andere omroepen. En ja, die muziek kunnen ze ook op LP's kopen. En ja, dat, dat is uh, een nieuw geluid. Hè. Dat, 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 dat kent men in Nederland nog niet. Het is, het is wilder, het is rauwer, het is rock and roll. En dat is uh, ja, perfecte muziek om jezelf ook tegen je ouders bij af te zetten. Want die vinden dat alleen maar klerenherrie. Dus ja, wat is nou leukere muziek om op te zetten dan muziek die je ouders. Uh, verschrikkelijk vinden. Hè? Dan kun je even lekker je ouders een hak zetten ook. In ja, de eerste echte jongere cultuur die in Nederland opkomt, dat zijn de nozems, die in het einde van de jaren 50 opkomt. En dan krijg je dus steeds meer dit soort gasten in het straatbeeld. Ja, wat zijn die nozems? Dat zijn vaak jongeren uh, die, die die al werken, hè? die uh, werken jeugd. Dus die hebben wel wat geld te besteden, maar die hebben ze dus ook wel uh, redelijk wat vrije tijd om dat geld te besteden. En uh, die droegen vaak dus wat je hier ook op de foto ziet: een, een leren jack en een spijkerbroek. En dat is tegenwoordig heel normaal. Maar uh, ja, in die tijd was dat toch wel echt iets waarvan uh, hun ouders ook zeiden van nou nou zou je dat wel aantrekken weet je Het is echt een beetje rebels om een spijkerbroek te dragen om een leren te dragen. Um, ze hadden een vet kuif ook er is veel shell in het haar en dan even uh, lekker zo'n rock and roll kuif erin. Dat was ook een, uh, ja, een bijna revolutionair kapsel zou je kunnen zeggen waarvan oudere mensen ook weer zeiden van poep hoe moet dat wel dat is veel te wild. En ze reden dus vaak op een brommer, zoals we hier op de foto's ook zien. Die groeiende mobiliteit zien we dus ook hier weer uh, terugkomen. Lekker door die straten scheuren, lekker uh, met elkaar op de straat hangen. Ze luisterden naar die Amerikaanse rock'n'roll. Vandaar dus ook uh, die leren jacks en die, die, die vetkuifen. Want dat was de mode die, die bij die muziek hoorde. En dat was dus voor die tijd ook heel wilde muziek, hè, waar, waar, waarmee je echt afzette tegen, ja, tegen je ouders eigenlijk. Ze hadden ook een afkeer van, uh, van gezag, hè, van die oudere generaties van, uh, ja, van hun ouders, hun leraren, de politiek, uh, de politie en dergelijke. Uh, ze wilden rebel zijn. Ja, en dat zorgde nog wel eens voor wat opstootjes. Hè. Die, die, die nozums die, uh, ja, die, die braken ook nog wel eens hier en daar wat af, of, de, of die raakten bij een vechtpartij betrokken. Maar goed, het was duidelijk dat er dus uh, ja, jongere bewegingen begonnen te ontstaan, dat er jongere culturen begonnen te ontstaan. Nou, een tweede jongere cultuur die in de jaren 60 ontstaat zijn de zogenaamde provo's, hè, die we hier zien. En dat is een beweging uit, uh, uit Amsterdam, een Amsterdamse jongerenbeweging. En die verzet zich heel sterk tegen de consumptiemaatschappij, die we in een vorige video hebben gezien ontstaan. Zij vinden eigenlijk dat hun ouders, hè, de oudere generaties, dat, dat die zich met de verkeerde dingen bezighouden. Die zien niet wat er echt speelt in de wereld en welke problemen er zijn die aangepakt moeten worden. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan uh, de tekst op die, uh, die, die foto hier, op dat bord. Ja, je kunt beter langharig zijn. En lang haar, dat was ook een beetje rebels. Maar ja, beter langharig dan kortzichtig. Hè? Jongens, ouderen, jullie zien niet wat er in de wereld allemaal speelt. Jullie zijn kortzichtig. En ze hadden ook een afkeer van het gezag, hè? Van, van de politie bijvoorbeeld. Dus daar werd tegen gedemonstreerd. De politie die was, die had veel te veel macht, was te gewelddadig. Maar ook uh, de, de, de politiek, de leraar en zo, die hadden allemaal ouderwetse ideeën. Ze hadden dus ook gewoon heel veel kritiek op de oudere generaties... ...want die, die lieten het helemaal verkeerd gaan in de wereld. Ze waren bijvoorbeeld dus ook tegen milieuvervuiling... ...wat steeds meer een issue werd vanaf de jaren zestig. En ze bedachten allerlei ludieke acties om dus uh, ja, hun standpunten duidelijk te maken, maar ook om dat uh, gezag te provoceren. Hè. Daar komt ook die naam provo's vandaan. En dan uh, zorgen ze er dus voor dat ze weer een of andere gekke demonstratie hadden, dat daar dus genoeg media ook naartoe kwam en dan zag je vervolgens in de kranten en zag je op televisie dus dat de politie inderdaad die provo's afvoerde en dan hadden ze hun punt weer gemaakt. Een andere jongere cultuur uit de jaren 60 die uh, het heel anders aanpakt, dat het waren de zogenaamde hippies, ontstaan in de Verenigde Staten, maar al heel snel uh, ja, verspreidt zich dat over de rest van uh, de, de westerse wereld zeker. Dat is echt een internationale jongerenbeweging. En ja, die verzetten zich ook tegen de consumptiemaatschappij, maar op een heel andere manier. Zij zijn tegen dat uh, kapitalisme en maar kopen, kopen, kopen van het materialisme. Het moet niet draaien om, om, om geld verdienen, want er worden alleen de rijken beter van en de gevestigde orde wordt er beter van. Uh, en de wereld wordt er slechter van over het algemeen. En zij zijn heel erg voor de flower power, hè? love, peace and happiness. Dat zou belangrijk moeten zijn. Mensen moeten liever zijn voor elkaar. Er moet meer vrede op de wereld komen. Mensen moeten ook meer in vrijheid kunnen leven. Ja, dat idee dat zag je bijvoorbeeld ook heel sterk terug in hun uiterlijk. Het droeg heel kleurige kleding vaak, met, met felle kleuren, met, met allerlei uh, fleurige prints en dergelijke uh, erop. Uh, en lange haren hadden ze ook echt het teken van, ja, dat is ook jezelf niet conformeren aan wat de maatschappij van je verwacht. Maar ja, zoals ik straks ook al zei, lange haren is toch een soort voorbeeld van, uh, van rebel zijn. Ik wil me niet conformeren aan uh, wat de maatschappij van mij verwacht. Ja, en die hippies die stonden ook wel bekend om het experimenteren met uh, allerlei drugs, zoals marihuana en LSD. En uh, ze gingen ook op andere manieren op zoek naar verlichting, bijvoorbeeld het, het boeddhisme was ook iets wat, wat ze heel interessant vonden en zo. Alles maar om, uh, ja, om eigenlijk nieuwe dingen, nieuwe ideeën te ontdekken. Ja, en daarbij speelde popmuziek ook echt een heel belangrijke rol. Er waren heel veel artiesten, rock'n'roll artiesten, volkartiesten, die, die ja, die kritiek hadden eigenlijk ook op die consumptiemaatschappij. En de hippies luisterden daar massaal naar en net tot afschuw van hun ouders en tot afschuw van de samenleving ook weer.